Het project De Lop van Gennep gaat de komende tijd 3 alternatieven uitwerken. Daarbij worden de inwoners uit het gebied ook betrokken. Het project De Lop van Gennep moet het gebied beter beschermen tegen hoogwater. Maar jullie willen het gebied ook mooier maken. Hoe dan? Nou, er zijn veel manieren waarop dat kan. Hè. We gaan straks met die dijken aan de slag. En die dijken die kunnen op een bepaalde manier ingepast worden in het landschap. Waardoor ze dat landschap versterken. We hebben hier een fantastisch beekdalensysteem liggen. Dat vind je nou eigenlijk niet terug in het gebied. En door het project zou je die omhoog kunnen tillen. En als het ware kunnen laten zien dat hier oude Rijnstrangen gelopen hebben. We kunnen zeg maar, de dorpen beter verbinden met rivierdalen. Dat is nu nog niet het geval vanuit Middelaar en vanuit Ottersum. Kun je de Niers en de Maas nauwelijks beleven. En straks kan dat, als we ons werk goed doen, wel. Wat nu als een alternatief dat het beste scoort op de milieueffectrapportage niet goed ligt bij de omwonenden? Wat doen jullie dan? Er worden heel veel onderzoeken gedaan. Hè. Straks worden die onderzoeken zeg maar, gepresenteerd aan de stuurgroep die een besluit neemt. En draagvlak in de bevolking is een van de argumenten waarop getoetst wordt of een alternatief tot het voorkeursalternatief wordt of niet. De Lop van Gennep, in dat project wordt de omgeving nadrukkelijk betrokken, hè? Ook omwonenden van het gebied. Wat kunnen zij inbrengen en wanneer? We hebben inloopspreekuren, keukentafelgesprekken, informatieavonden. Straks hebben we ateliers waar mensen een inbreng kunnen leveren. Dus er zijn vele momenten waarop ze een inbreng kunnen leveren. Daarnaast zijn er nog 2 formele momenten waarop mensen een inbreng kunnen leveren. Eentje is dat ze zienswijze in kunnen dienen op de notitie, reikwijdte en detailniveau. En het tweede moment vindt plaats medio 2021. En dan kunnen ze zienswijze indienen op het ontwerp voorkeursalternatief.